Wat een prachtige zonsondergang. Die ga ik wel missen. Het is natuurlijk ook wel mooi als er bootjes voorbij komt varen. Van beide kanten. He, daar van voren komt bootjes langs, van de achterkant. Af en toe komt een mooi schip langs, zie je zo. Maar wij gaan morgen een stukje verder. Die kant op. En dan langzamerhand richting Leeuwarden. En hoewel Leeuwarden een mooie stad is, daar gaat het niet om. Maar niet zo'n mooi uitzicht als hier natuurlijk, hè. Maar goed, we komen hier zeker weer terug. Het is zondagochtend. En kijk eens. Prachtig. Ik weet niet of de camera net zo mooi is als in het echt. Maar dit is echt mooi. Het is wel behoorlijk mistig, zie je dat? Vooral die kant op. Je ziet de brug niet eens. We zijn vroeg weg, maar 9 uur begint de brug. Maar dan begint de brug, dan gaat de brug open, hè, de bediening. Maar ik denk dat we maar even moeten wachten tot de mist is opgeklaard. Maar laatst waren we ook in de polder. Bij Dronten waren we ook in de mist aan het varen, maar dat is eigenlijk een beetje gevaarlijk. Dus denk niks als klaksoneren weer, dat mensen ons horen aankomen. Dus we wachten maar eventjes. Dit is een beetje te gek, maar wat mooi, wat mooi, wat mooi. En wat een rust. Je hoort aan de dieselkachel, maar ga even aan deze kant staan. Je ziet de maan in het water, zie je? Mooi, hè? Wat ik gisteren ook al zei. Dus ga ik wel even missen van de winter. En we kunnen natuurlijk, als we in Leeuwarden zijn, dan kunnen we natuurlijk ook af en toe naar Grou varen. En dan, ja, het liefst zou ik dan bij het eiland gaan liggen. Dan heb je ook een beetje dit uitzicht. Maar Gea ligt liever niet in het eiland. En waarschijnlijk kunnen we er niet eens komen met deze diepgang. Dus, nou goed. Mooi dat ik deze video's maak. Maar dan kan ik ook af en toe even terugkijken, hè, naar dit soort beelden. Er komt weer mooi wat koelwater achteruit. De mist is opgetrokken. Dus we gaan varen. Jukkie, zei die man. De fietsers, ik dacht Jeff, die herkennen ons. Zo zei die mevrouw, ken je die? Nee, zei die, maar er staat voor op de boord, zwerven met Jukkie. Dus hij dacht dat ik Jukkie heet. Mooi, hè? Nou, mooi plekje hier zo. En dit is het begin van de weerribben. Dus daar heb je de weerribben. Mooie rustige omgeving hier. Ja, mooi plekje. Voor één nachtje. En dan gaan we morgen weer verder. Gaan we morgen naar de Driewegsluis. Even kijken of de waterpomp water gelekt heeft, maar helemaal niks. Het is helemaal mooi droog daar. En de visnaai is niet warm. Ideaal. Is dat? Zo rustig hier. En toen zei ik al, morgen. Of niet? Gisteravond zag ik de laatste zonsondergang op zo'n mooie plek. Maar ik denk dat ik hem hier ook weer ga zien. Als die bewolking tenminste weg is straks. Oh, wat rustig hier. Die schaapjes zijn zo heel rustig. Een hele kudde. Ze zeggen niks. Prachtig. Prachtig hier. We hebben een paar dingen veranderd. We gaan morgen niet naar de Driewegsluis, maar we gaan morgen rechtdoor. Ja, dus voorbij de Driewegsluis en dan gaan we naar Echnebrug. En van daaruit naar Grou. Dus dan zijn we dinsdag in Grou. Ja. En ik weet niet hoe lang we daar blijven. Je mag daar 3 dagen blijven liggen. Ik weet niet of we dat doen. Maar dat zien we dan. Het is alweer dinsdag. Kijk nog eens. Mooi rustig. Gisteren erbij, dat is wel jammer. Schaapjes zijn allemaal wakker. En we gaan richting, wat ik al zei gisteren, Echnebrug. We zitten in de Hommansluis en we zijn bijna op hoogte. Dan gaan we die kant op, richting Friesland. Het heeft net een heel klein beetje geregend, maar gelukkig is het nou droog. Dat vind ik altijd een beetje vervelend, hè? Die druppeltjes zo op dat raam. Dan zie je het allemaal niet zo goed. Nog een klein stukje en dan zijn we in Echnebrug. En het is droog. Daar heb je allemaal bewolking. Maar daar heb je blauwe lucht. Ik hoop dat we dat krijgen. Er werd helaas gevraagd of we ook nog een af en toe geld in een klompje moesten doen. Ja, af en toe nog wel. Hierop, zie je dat? Hey, bedankt hè! Niet altijd, maar er zijn er nog een paar bij waar je nog geld in een klompje moet doen. En hier in Echnebrug ook nog. 3 euro. Maar goed, het is wel duur voor een brug. Vroeger was het 1 gulden. Maar het is maar 1 brug, dus dat scheelt. Vorige keer lagen we hier in Echnebrug, heel klein stukje verderop. En dat ging goed. En we komen aanvaren en we liggen vast. Dus ik vroeg net al aan de havenmeester of een werknemer hier zo, of het laag water was. Ja, het was iets gezakt, 10 centimeter of zo. Misschien dat het vorige keer wel hoogwater was. Als dat dan 10 centimeter hoog is, ja, dan heb je al 20 centimeter verschil natuurlijk. Maar ik krijg hem niet dichter aan de kant als zo. Is wat. Maar ja, we hoeven er toch niet af, zegt Gea. Alleen één keer eventjes om te betalen. En dan gaan we morgen vroeg weer verder richting Grou. Ik loop hier even in de watersportwinkel. Hier bij de jachthaven. Daar hebben ze ook van alles. En toen zat ik even te kijken naar de impellers. Ik heb zo'n impeller gekocht voor €45 of zo. En hier zie ik hem hangen voor, ja, ik heb mijn leesbril niet op, maar volgens mij is het nog geen €30, €29,95 of zo. Dus ik moet even die andere ophalen, even vergelijken of het dezelfde is. Kijk, en daar zit ook die pakking bij, zie je dat? Er zit zo'n gewone pakking in. En ik zie daar ook nog een rond ding onderin liggen. Ik weet niet wat dat is. Maar dan moet ik dat even vragen. Ik haal eerst even die andere op. Maar ik was hier eigenlijk om die roest aan te pakken onder de boot. En Erik van Enjoy Life, die deed dat met Tenko en dan anti-roestvet. En dan, dat deed hij dan, dat mengde hij dan met terpentine. Hij had zo'n mengseltje gemaakt. Hij zegt van al jaren dat hij dat deed, dat dat het beste resultaat had. Maar dat hebben ze hier niet. Ze hebben alleen een bottom zwart. En toen zag ik dit ding. Ik moet, als de boot eruit is, dan heb je altijd op de waterlijn wat roest. Toen dacht ik, dan moet ik eigenlijk zo'n bikhamer hebben, zo'n roestbikhamer. Maar hier hebben ze ook zo'n ding. Roterende stralen staat erop. Ik weet alleen niet of ze hier nou op de flex moeten of op de boormachine. Dus ja, dit zijn harde punten, zeg maar. Die tikken dan tegen de boot aan dat ze de roest eraf bikken. Of eraf tikken. Dus is misschien ook wel wat. Maar ik ga eerst even die impeller ophalen, die andere. Die andere is nog wel goed. Maar ik denk, ja, voor het geld kun je beter even een nieuwe halen, hè, voor volgend jaar, dat we hem weer gaan wisselen. We hebben hier ook van alles, jongens. En ook allerlei kabels, touwen, sloten, vlaggetjes en jergens. De kust en de keur. En dan koop ik gelijk even een dikkere stroomkabel voor de omvormen, hè, die nieuwe omvormen die we hebben. Want Ruud Zwageman, die zei tegen mij, dat kan natuurlijk niet, hè, wat jij doet, de boel zo met elkaar verbinden. En toen haal ik even twee stuks kabel van een meter, heb ik denk ik wel genoeg aan, en een paar van die klemmen daarvoor. Kijk eens wat ik hier vind. Dit is 35 kwadraat kabel. Dus dat is volgens mij genoeg voor die 3000 watt omvormen. En die had ik eerst nog. Dit is volgens mij van die 5000 watt omvormen. Die had ik eerst erop gezet. En toen zei Ruud, je moet dikker hebben. En toen hebben we volgens mij 50 of 60 kwadraat hebben we toen gekocht. En toen heb ik dit weer afgehaald. Dus dit had ik nog over. Dus dan kan ik deze mooi gebruiken. Ik alleen even twee van die klemmen bij. Oh, hè. Twee zitten erop. Ik moet even twee bij drukken. Ik knip hier een stukje af. Ik kan gelijk even meenemen en kijken of het past. Het is dezelfde, zie dat? Dus deze moet ik hebben. Nou, ze hebben hier echt zoveel verschillende impellers aan. Zie dat? De kust en de keur. Maar als ik dat tel, er zijn 12 scoopjes. En dat is met deze ook. En ook 12 van die, zeg maar, tandjes voor het asje. En hier zit wel die pakking bij die wij nodig hebben. Die pakking staat bij dit setje niet bij. Hè. Hier staat die rubber oorring bij. Die ik niet kan gebruiken. Dus moet ik deze erbij hebben. En dan hebben we deze als reserve. Maar ja, ik weet niet of het verstandig is om deze te gebruiken. Maar als ik even goed kijk, dan zie ik hier wel een hele kleine beschadiging. Zie je dat? Dat het hier een beetje loslaat. Dus, en ze staan ook al een beetje één kant op. Zie je dat? Dan is de spanning, zeg maar, de erge spanning is er eigenlijk een beetje af. Dus is die niet meer helemaal goed. Dus gaan we deze nemen. En nog even een paar klemmen erbij. Kijk, twee van deze. 35 mm. Of 35 kwadraat is daar, die kabel. Ik heb een stukje meegenomen om even te kijken of het klopt. En 8 mm. Dus hebben we het weer klaar. Dan ben ik voor minder dan 4 tientjes. Ben ik weer gered. Zo. Die zit erom. En dan kunnen ze op de omvormen. Dus de Power Queen Aki met de Powerland omvormen. Ja, de koelkast doet het. We hadden in Almelo, voordat we met de boot weggingen, hadden we een nieuwe accu gekocht, een startaccu. En ik had eigenlijk het idee dat die telkens een beetje langzamer start, hè, dat de startmotor zo maar een beetje langzamer rondging. En gistermorgen was dat, geloof ik. Ja, ja. Gistermorgen. Nou, dan hadden we allebei zoiets van, nou start hij ook nog maar amper. Het was echt heel langzaam dat hij ronddraaide. En toen liep hij. Maar de dynamo laat waarschijnlijk niet genoeg bij, of helemaal niet. Maar als ik zo kijk op de meter van het dashboard van de boot, dan zie je dat hij wel goed bijlaat. Hij zit wel in het groene. He, zo tussen de 12 en 13 volt was. Of tussen 12 en 14, zeg Gea. Dus waar dat dan ligt, weet ik niet. Of in de bekabeling van de dynamo, dat de dynamo wel bijlaat, dat hij dat aangeeft dat het goed is, maar dat hij niet de accu bijlaat. Zou zomaar kunnen. Dus we hebben die gistermiddag, toen we op de plek waren daar in de weerrim, hebben we met een lader gedaan. Hier in de auto. Ja, en dan heb je in één keer gewoon heel weinig stroom op die twee accu's. De boordaccu's. Want hij moet natuurlijk eerst zo'n 100 ampère accu helemaal vol laden. Ja, dan trekt hij als het ware die twee accu's half leeg. En dus toen dacht ik, weet je, daar gaan we vandaag even testen. Dan doen we vandaag die Poland even aan. Hé, want we hebben nou die twee accu's, dat zijn deze, de boordaccu's. Die zijn nou 60%, dus die laten we nou eventjes vol laden. Hij laat nou met 9,7 ampère. Af en toe schijnt de zon hier een beetje. Het is nou 2 minuutjes over 3. Dus ik denk dat die dan vanavond wel rond de 80% is. En in tussentijd gaan we dus die andere gebruiken. En dat zijn we nou dus ook aan het doen. We hebben de Poland aangesloten op de Power Queen accu. Deze. En daar draait het hele systeem op. En die zit nu op 13 volt. Dus 20 watt wordt er gebruikt. Koelkast, vriezer en een lampje staan aan. Dus ik weet niet of de koelkast op dit moment ook draait, hè? Of die motor draait. Maar dan zou het wel heel zuinige koelkast zijn. En Gea gaat even een bakje koffie zetten. Ja, wel koffie, hè? Ja. Kunnen we even testen hoe deze omvormer zich houdt met koffie zetten. Dit is een Senseo koffiezetapparaat, ja. Dan weten we ook weer dat dit werkt, hè? Op deze manier. En dat is zo ideaal, hè? Want stel nou dat die Power Queen accu leeg is, kan ik altijd nog een andere accu. We hebben ook nog de Sanfou accu. Dat is ook een LiPo 4 accu, 100 ampère, 12 volt. Dus die kan ik dan ook nog aansluiten op die Powerland omvormen. En als we dan morgen of overmorgen weer goed stroom hebben, dan kan ik deze weer opladen via de de zonnepaneel. Morgen varen we hier weg en dan gaan we het Tjurkenmeer over. En dan naar Grou. En heel vaak heb je op het Tjurkenmeer nogal wat golfslag staan. Maar op het moment hebben we windkracht 2. En morgen ook windkracht 2. En die komt nog vanaf het zuiden. Dus zeg maar vanaf hier gezien op beeld van links. En we gaan links langs die twee eilandjes. Dus dan zitten we eigenlijk op hoge wal. Dus dan hebben we niet zoveel last van de wind. Ook al is het maar windkracht 2. Maar goed. Dat we dan naar Grou gaan, dat zie je dan in de volgende video. Bedankt voor het kijken naar deze en tot zondag. Herman en Gea, met Yuki aan hun zij, zal hun avontuur nooit eindigen, zo vrij. Met liefde en vreugde, als een trouwe metgezel, blijven ze zwerven tot aan het einde van het spel.